De grenzen van Cuba gaan langzaam maar zeker open. Krijgen christenen in dit land hierdoor ook meer vrijheid? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Toeristen keren terug en Amerika opende zelfs weer een ambassade. Langzaam maar zeker opent Cuba de grenzen weer naar het westen. Bij ons in de studio Richard Donk, buitenlandsjournalist voor het Reformatorisch Dagblad. Goedenavond, meneer Donk. Goedenavond. U was onlangs op Cuba. Dat klopt. Ja, wat deed u daar? Wij hebben bij het Reformatorisch Dagblad sinds een aantal jaren de traditie om elk jaar zo tegen de zomer een serie te brengen over een christelijk gezin in het buitenland. Nou, dat varieerde inmiddels van een christelijk gezin in Egypte. Hoe is het als christelijk gezin in een islamitisch land je te handhaven? Tot een gezin in Oekraïne die na de val van de muur in één keer in vrijheid hun geloof konden beleiden. Mm-hmm. Tot een paar weken bij de Amish, die uiteindelijk ook christenen zijn. Nou, nu de situatie in Cuba toch wat begint te veranderen, de boel wat open gaat, dachten we, is het een aardig idee om een Cubaans gezin, christelijk gezin, een tijdje te volgen. Ja. En zodoende heb ik een tijdje bij een christelijk gezin in Cuba gezeten. Ja. Wat voor land is Cuba? Ja, nog steeds wel een socialistisch of eigenlijk liever gezegd communistisch land. Mm. En eigenlijk ook wel een politiestaat. En dat is een beetje het dubbele van Cuba. Er zijn natuurlijk inderdaad berichten dat het land wat meer open gaat. De Amerikaans-Cubaanse betrekkingen zijn min of meer hersteld. Wederzijdse ambassades geopend. Ja. Maar nog steeds zie je op elke hoek van de straat leden van de veiligheidsdienst of de politie staan. En klagen mensen nog steeds dat het regime hen wel op de huid zit. Ja, terwijl wij het idee kregen, de grenzen gaan open, dat eiland wordt meer vrij. Mensen kunnen meer bewegen. Nee, dat klopt. En je ziet ook het toerisme toenemen. Terwijl ik daar was, kwam juist dat bekende cruiseschip. Wellicht iedereen de beelden gezien uit Amerika aan. In één keer 3000 Amerikanen. Je ziet dat het land ook overspoeld wordt door Amerikanen die zoiets hebben van, dit land hebben wij tientallen jaren lang geboycott. Wat is dat nu eigenlijk voor land? Maar de mensen zelf zeggen, dat zijn de berichten in de media. Mm-hmm. Maar de druk van het regime voelen wij nog steeds net zo zwaar als eerder. Ja, u geeft dat aan. Het regime blijft dus de zaak in de gaten houden. En zeker haar eigen bevolking. Wat voor regime is dat? Hoe zou je dat typeren? Een redelijk totalitair regime. Er is officieel een parlement in Cuba, maar dat heeft eigenlijk weinig te vertellen. De macht ligt toch echt wel bij de regering en in het bijzonder bij de president Castro. Ja. Dat is de broer van Fidel Castro die in 1959 na de revolutie de macht overnam. Is Raúl Castro? De huidige president is Raúl Castro, ja. De broer van Fidel die in 2008 de macht heeft overgenomen omdat Fidel met gezondheidsproblemen kampte. Ja. Ja, en als je hem ziet, zijn manier van optreden, zijn politiek, hoe stempelt u dat? Ja, toch redelijk totalitair. Hoewel, sinds Raúl aan de macht is, je wel ziet dat de dingen iets relaxter worden. Dat geven de mensen ook zelf wel toe. Maar nog steeds, wat ik zei, op elke hoek van de straat en iemand van de veiligheidsdienst. Dat geeft er als toerist overigens wel een heel veilig gevoel. Toen ik mij voorbereidde op die reis naar Cuba, zeiden mensen die daar vaker geweest waren ook van, je hoeft je echt niet onveilig te voelen. Want op het moment dat je help roept, staan er in één keer 5 veiligheidsmensen om je heen. Ja, toch zie je dat de banden met Amerika meer opener zijn geworden. Ik bedoel, we herinneren ons allemaal de Cuba-crisis. Bijna een derde wereldoorlog, wellicht was het toen ontstaan. Doet Amerika dat dan zomaar? Terwijl deze meneer toch dat totalitaire regime in stand houdt, zeg ik. Nou, ik denk dat het wel van twee kanten komt. Inderdaad, het feit dat Raúl Castro inmiddels 7 jaar aan de macht is. Ja. En het feit dat president Obama toch wel een meer uitgestoken hand heeft geboden. Ik denk dat dat van beide kanten heeft gemaakt dat het tot deze stap heeft geleid. Ja. Ik denk als Fidel nog echt aan de macht was geweest, dat het zover niet had gekomen. Hmm. En is Amerika alleen of zijn er meer landen die ambassades openen op Cuba? Er zijn veel landen die ambassades in Cuba hebben. Ik zat in een hotel dat op een steenworp afstand van de Nederlandse ambassade lag. Dus er zijn genoeg landen die daar ambassades hebben. Maar Amerika en Cuba hebben sinds 1959 echt eigenlijk geen relatie. Ja, ja. En zie je nog steeds die auto's die wij kennen van Cuba, zie je die nog steeds rijden daar? Of komen er ook westerse auto's inmiddels? Ja, sinds vorig jaar of het jaar daarvoor, daar wil ik even vanaf zijn, is het verbod om nieuwe auto's te kopen voor Cubanen opgeheven. Mm-hmm. Dus heel langzaamaan zie je die oude auto's uit het straatbeeld verdwijnen, maar ze zijn er nog wel volop. Ja. Zij het dat reserveonderdelen en de motoren
inmiddels vooral van Japanse of Koreaanse makelij zijn. Want die zijn gewoon niet meer te krijgen. Ja. Maar ze bepalen nog wel het straatbeeld op dit moment. Als we even inzoomen op die christenen. U was bij een christen gezin. Kunt u daar iets van schetsen, hoe die mensen leven? Wat hun omstandigheden zijn? Het was een christen gezin waarbij onder andere de beide grootmoeders inwoonden. Nou, dat is gebruikelijk, met name natuurlijk in zuidelijke landen. En vroeger ook in ons land. En ook vroeger in ons land, maar daar nog steeds. Ja. Een klein huisje, appartement. Mm-hmm. En dan met een, denk ik, iets van 8 personen of zo. De kerkdienst meegemaakt, wat toch wel in vrijheid kon. In een gebouwtje wat als zodanig niet als kerk herkenbaar was. Maar waar men toch in vrijheid naar de kerk kon. Wat zijn er veel kerken op Cuba? Er zijn heel veel kerken, ja. Ik zei al net, officieel is het atheïsme natuurlijk de geldende religie. Maar Cuba is van ouds, ook gezien het Spaanse verleden, ooit gekoloniseerd door Spanje, een Rooms-Katholiek land. Mm-hmm. Dus je ziet ontzettend veel kerken, ja. Maar dus ook protestantse kerken in mijn geval. En daar kun je gewoon in vrijheid naartoe. En dan hangt ook gewoon openlijk een bordje aan de straat met de naam van de kerk en de gemeente. En u had niet de indruk dat u in de gaten werd gehouden? Dat u naar de kerk ging daar als westerling? Nee, absoluut niet. Nee. Ah. Nee. En die mensen gaan dus gewoon naar de kerk, kunnen hun geloof belijden? Ook thuis en op straat? Of? Op straat niet zozeer, maar wel gewoon op zondag in een dienst naar de kerk waar ze niks in de weg worden gelegd. Hmm. En zijn er bijvoorbeeld ook verschillende geloofsgroeperingen? Of gaan alle christenen naar één bepaalde kerk? Nou, Rooms-Katholiek is natuurlijk de dominante religie. Ja. Evangelicalen. Ook wel, je hebt zelfs een gemeente christelijk gereformeerd, wat een beetje bij het Nederlandse aansluit. Dus best wel wat verschillende geloofsgroeperingen. Ja. En nu het land open is, waar we het eerder over hadden, zie je dan dat ook andere landen daar komen om te evangeliseren? Ja, bijvoorbeeld de Nederlandse Stichting Spaanse Evangelische Zending is daar al jaren actief. Mm-hmm. Met name met uitdelen van bijbels en bijbelse lectuur. Ja. Maar toen ik er was er bijvoorbeeld een groep Amerikanen ook in die dienst aanwezig. Die daar expliciet waren om het evangelie te verkondigen en uit te dragen. Dus nee, dat zal absoluut toenemen. Ja, dat gebeurt zeker. Ja. Dat gezin waar u was, hun omstandigheden door de week. Kunt u daar iets van schetsen? Van hoe leven die mensen? Waar leven ze van? En wat doen ze? Deze mensen die hadden een winkeltje. Waarmee ze denk ik nog tot de redelijk gegoede burgerij behoorden. In het algemeen is het in Cuba geen vetpot. Aan de andere kant, Cuba staat bijvoorbeeld bekend om de hoogstaande gezondheidszorg. Er wordt wel eens gezegd dat de artsen een exportproduct van Cuba zijn. Er gaan heel veel hoogopgeleide artsen naar het buitenland vanuit Cuba. Dus het is een beetje dubbel. Het is aan de ene kant een ontwikkelingsland. Aan de andere kant, op bepaalde punten hebben ze zichzelf heel erg hoog ontwikkeld. Ja, ja. En is er ook toekomst voor kinderen? Om op het eiland zelf te blijven en daar hun toekomst te zoeken? Of gaan die ook naar het buitenland? Trekken veel mensen naar het buitenland. We hebben natuurlijk altijd de bekende bootvluchtelingen gehad die naar Amerika trokken. Qua onderwijs hebben kinderen daar een uitstekende toekomst. Want er is onderwijs voor iedereen en ook vrij toegankelijk. Mm-hmm. Qua banen is het minder. Dus je ziet nog wel steeds, en zeker nu het open gaat en de uitreisvergunningen vrijer worden gegeven, dat wel meer Cubanen naar het buitenland trekken. Ja, ja. Nog even over die christenen. Kunnen die ook vrij de Bijbel lezen? Wordt ze geen strooprit in de weg gelegd? Of? Nee, Bijbellezen kan inderdaad vrij. En vandaar dat ook dus de Spaanse Evangelische Zending twee distributiecentra in het land heeft van waaruit zij die Bijbels verspreiden. Dus dat is geen enkel probleem. Ja, toch zei u aan het begin dat totalitaire regime wil alles in de gaten houden. Ja. Die zullen dan dit ook in de gaten houden? Of? Dat zullen ze zeker doen. Ja. Maar dat gedogen ze? Dit wordt niet als een probleem ervaren. Mm. Of iets wat zeg maar het regime in gevaar brengt of zoiets. Ja. Nou kennen wij Cuba ook van het stukje Amerika wat er op dat eiland is. Guantanamo Bay, wat er nog steeds is. Ja. Ondanks dat de Amerikaanse president zei van ja, ik wil dat oplossen tijdens mijn ambtstermijn. Ziet u dat nog gebeuren trouwens? Nou ja, wat je in Amerika hoort is dat gewoon juridisch gewoon onmogelijk is. Ja. Daar moet een speciale wet voor aangenomen worden. Nou, met de republikeinse meerderheid in het congres op dit moment zal die dat er niet doorkrijgen. Bovendien zit hij nog maar een half jaar, dus dat zie ik niet gebeuren. Ja. Ik ben er zelf geweest in Guantanamo Bay en het was wel heel aardig om nu de andere kant, dan zie je de Amerikaanse kant van Cuba en nu de Cubaanse kant.
Dat is wel ja, want je kunt niet van de een naar de andere. Nee, je komt dan niet. Op een moment kun je nee, niet naar dat Cuba. Is, dat is strak ja. afgegrendeld en streng bewaakt. Ja. Ja. Dus je heeft beide kanten gezien? Ja. Grootste verschil? Behalve dat er een gevangenis is. Maar... Ja, in Guantanamo Bay waren je in Amerika. Met een McDonald's en een Pizza Hut. En het, dat is ook wel het aparte. Wij hebben altijd het beeld van Guantanamo Bay. Dat is dat Camp X-Ray met die mannen in die oranje overal als ja. de gevangenis. En het is een gebied van 46 vierkante kilometer. Mm. Met een compleet dorp waar 8000 mensen wonen. Een basis van de marine, een basis van de kustwacht. En wat deed u daar? Nou, dat was in 2011 bij de herdenking van 10 jaar 11 september. Mm. Nou, Guantanamo Bay zitten natuurlijk heel veel verdachten van aanslagen van 11 september. Of aanverwante terroristische verdachten. Dus het leek ons een aardig idee om dan in ieder geval Guantanamo Bay eens een keer te bezoeken. Ten meer omdat het natuurlijk zo'n veel besproken plek is en zo vaak in het nieuws is geweest. Ja. En denkt u dat ooit die puist, zou ik maar zeggen, op Cuba opgeruimd wordt? Of... Nou, het eerste doel van de Amerikaanse regering is om in ieder geval die gevangenis te sluiten. Omdat dat natuurlijk zoveel imagoschade heeft berokkend aan Amerika. Of ze die basis zomaar op zullen geven, betwijfel ik. Want het is toch wel echt een vooruitgeschoven post richting met name ook Zuid-Amerika. Ja. Bovendien hebben ze een soort huurcontract met Cuba wat nog wel een aantal jaren duurt. Ja. Dat kun je altijd opzeggen natuurlijk, maar het is wel een strategische plek. Dus ik verwacht niet dat ze dat heel snel op zullen geven. En hoe zien Cubanen dat die plek daar is op hun eiland? De regering van Castro heeft sinds 1959... geweigerd de huur in ontvangst te nemen voor deze plek. Maar dat was natuurlijk onderdeel van de Amerikaanse-Cubaanse betrekkingen. Nee, die zouden denk ik liever vandaag dan morgen zien verdwijnen. Dat is natuurlijk helder. Ja. Tegelijkertijd zitten er nog heel veel Cubanen in Guantanamo Bay die daar werkten. En nou ja, na de revolutie in 58, 59, van de een op de andere dag werden die betrekkingen verbroken en kregen Cubanen de keus van je kan hier blijven wonen. Maar dan zul je hier ook waarschijnlijk voor altijd wonen. Mm-hmm. Of je gaat de poort uit en je gaat terug naar Cuba. Okay, Dus ik heb best wel wat Cubanen ook gesproken die daar gewoon zijn blijven wonen en ook niet meer terug kunnen. Nee. Misschien nu wel in het kader van de verbeterde van betrekking. De openheid, ja. Nog even terug naar de christenen op Cuba, tot slot. Wat heeft op u het meeste indruk gemaakt toen u daar was bij hen en met hen? Nou, toch de manier waarop zij... hun geloof beleven in blijmoedigheid, terwijl je tegelijkertijd weet, en daar merk je natuurlijk als buitenlander niet zo heel veel van, maar je hoort wel de verhalen, dat ze toch continu in de gaten worden gehouden. Dat er, wat ik al zei, de veiligheidsdiensten overal aanwezig zijn, dat je het risico loopt zomaar in de gevangenis te worden gegooid. Cuba heeft natuurlijk een slechte reputatie als het gaat om het handhaven van mensenrechten. Amnesty is er niet welkom en zo. En toch dan, dat heeft denk ik ook met de Caribische... sfeer te maken met de blijmoedigheid van mensen hiermee tegemoet treden en ook hun geloof beleven. Ja. En hoe zien zij de toekomst van het christendom op hun eiland? En... Aan de ene kant zeggen ze inderdaad, jullie denken dat alles open gaat en voor ons is het nog lastig, maar wel stapje voor stapje gaat het beter. Hmm. Dat geluid hoor je wel. Maar echt stapje voor stapje. Ja, dus niet de snelheid waarmee wij het zouden willen, zeg maar als westeling, maar gewoon het langzaam aan. Ja, tegelijkertijd als je dan door de straten rijdt en je ziet zo'n Amerikaanse ambassade daar staan, dat is ook wel weer een statement van oké, het staat er maar wel en die betrekkingen zijn hersteld. En niet dat daarmee alles gezegd is. Ja. Ter nuancering stapje voor stapje is denk ik de beste aanduiding. Ja. En die jongeren waar we het eerder over hadden, waar willen die naartoe? Naar Amerika, Europa? Amerika als het even kan. Amerika. Ja. Veel mensen hebben daar natuurlijk ook familie die ooit gevlucht zijn. Ja. Amerika is wel het grote ideaal voor veel Cubanen. Ja, en daar ook om aan het werk te gaan. Ja, en het gekke is, ze zijn altijd aangeleerd om een hekel aan Amerika te hebben. Ja. Maar als het even kan, als je erheen kan, dan gaan ze liever vandaag dan morgen. Mm. En dat kunnen ze ook vrij doen? Nou, dat is lastig. Ik sprak daar een ouderling in de gemeente waar ik was. Die is ooit in Amerika geweest. Maar alleen al het kopen van een visum, dat is, ik meen iets van $200 of zo. Nou, voor de gemiddelde Cubaan is dat al lastig genoeg. Dank voor deze inkijk op Cuba, meneer Donk van het Reformatorisch Dagblad. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Graag tot een volgende keer. Dag!